We gaan beginnen. Jullie zullen vast lekker gegeten hebben net. Even kijken hoor. Wat denk je aan? Misschien moet ik het even vertalen wat er staat. Er staat muis. Ja, hij is niet heel, heel scherp. Wat denk je aan? Als je dit woord ziet? Piep piep. Ja? Computer? Computer? Knopjes? Wim Kok. Ja. Oké. Juist. Oh, verkeerde kant op. Ik heb de afstandsbediening van de keynote spreker blijkbaar. Een muis, hè? Twee dingen. Kan. Nou, welkom. Ik ben Walter. Ik ga vanavond spreken voor jullie, samen met Niels. Ik ben Scrum Master en software engineer bij Luminous. Ik hou ervan om software bij mensen te brengen. En dat betekent aan de ene kant dat ik een front-end engineer ben, want dat is wat gebruikers zien, mensen. En aan de andere kant betekent dan dat ik aan het proceskant developers bij software breng, of eigenlijk bij ja, de software die ze zelf schrijven. Zal ik die doen? Doe jij jezelf eens. Ja. Ik ben Niels Wissels, UX-architect, interaction designer. Ja, je ziet daar een ideetje. Wat we, het lampje wat daar brandt, wat we vandaag vaker gaan gebruiken. Ik probeer ideeën van klanten te vertalen, te tekenen. En ik schets heel vaak applicaties. Dat is het. Ja, dat is het? Ja. Je hebt het verkeerd. Weet je, ik draai hem gewoon om. Dat is beter, hè? Goed. Volgende. Waar gaan we het vanavond over hebben? Over deze drie rollen. Business engineer ontwerper, die zie je hè, in een software ontwikkeltraject. Business wilt iets, ontwerper bedenkt iets, engineer maakt iets. Simpel. En ik sta te ver weg. En we gaan het ook vooral hebben over gebruikers. Want als gebruikers houden van hun software, dan denken wij, dan is software succesvol. Want ja, dan willen ze het graag gebruiken en dan heb je dus een ja, succesvol outcome eigenlijk van je project. Ik heb ook iets te veel gegeten. We gaan het in twee delen opdelen. We hebben een stukje introductie en we hebben een stukje ja, concrete klantbeschrijvingen. Waarbij we eigenlijk teruggaan op wat we in de introductie hebben verteld. En als wij het over klant hebben bij Luminous, dan hebben we het eigenlijk over de opdrachtgever in een project. En dat hoeft niet per se een klant te zijn, dat kan ook gewoon iemand binnen het bedrijf zijn. Ja, nou heb ik hem. Nou weet ik hem echt. Haha. En dit is de tijdlijn van het project. Je begint en nou, dan ga je dingen doen en aan het eind heb je versie 1.0. En ja, simpel hè. En dat begint vaak bij business, die heeft een idee. En een engineer die gaat het maken. Makkelijk hè? Dus hoe vertelt nou die engineer, of hoe vertelt die business nou aan die engineer van, nou, ga dit maar maken. Zetten we vaak in een document, requirement document, functioneel ontwerp. Bak met dingen die de engineer moet doen. Ga maar aan de gang. Succes ermee. Dus wat zie je nou? Typisch, requirements traject. Business gaat lekker zo'n document schrijven. We gaan bouwen. En dan zien we vaak tegenwoordig, we gaan scrummen. Hè, dus we hebben een requirements document, we gaan bouwen en dat doen we tegenwoordig met scrum. Om te plannen, vaak. Wie herkent dat? Dus we hebben een requirements document gebouwd, aan het eind, klant. Ja, zien we nog steeds. Niet vaak tevreden, niet altijd tevreden. Is toch niet helemaal wat hij had verwacht. Wat zeg je? Bij elke demo. Bij elke demo? Ja, oké. We zien, dan had ik dat beter moeten uitleggen, sorry. We zien dat Agile, Scrum, wordt gebruikt om te plannen. Dan heb je demo's, zeg je, ja, we gaan nog wat doen. En aan het eind is er een delivery. Ja, we moeten het hier maar mee doen. Scrum in min, precies. Maar dat wordt nog heel vaak op die manier gedaan. Dat je dus een scrum gebruikt om te plannen, zoals Walter al zei.
Terwijl om story points te schrijven, om functionaliteit om te zetten naar tijd. En, maar voor de rest zit het niet in het proces. Het is alleen vanwege planning. Ik denk dat we komen er dadelijk op terug hoe we het wel met Scrum doen. Dus daar komt het denk ik wel iets beter aan bod. Maar dit is wat we nog steeds heel vaak zien. Ja. Eigenlijk wel, ja. 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 En ja, hoe komt dat? We hebben hem alweer gezien, de muis. Het gaat om interpretatie. Wat je in dat document staat, dat is, we zagen het al, we hadden Wim Kok als muis. Ja, dat kan dus anders. Hè? Want wat je vaak ziet in zo'n document of in zo'n requirements document is, we zetten daar dingen in waarvan we denken, dat weten wij. Bijvoorbeeld, business weet wat hij wil. Waardoor dus de engineer weet wat hij moet gaan maken. Maar weet de business helemaal, weet de business wel wat hij wil? Weet de engineer daardoor wel wat hij moet maken? Hè, weet hij dan hoe hij het moet maken en weet hij dus ook hoe lang het duurt en dus ook wat het kost? En ja, wij zien dat als schijnzekerheden die in zo'n document worden gezet. We gaan het opschrijven, dus dan zal het wel zo zijn. En dat is niet zo gek, hè? Spanningsvelden tussen engineers en business. Het is niet zo gek dat we dat doen, want we willen ja, een soort van idee hebben waar we heen gaan. Dus dat gaan we anders doen. We hebben een ontwerper. En wat doet een ontwerper? Die gaat tekenen wat de business wil. Dus wat gebeurt er? In plaats van zo'n requirements document heb je een requirements document met plaatjes. Tekst erbij, extra beschrijving. En nu weet de business echt wat hij wil, want ja, hij weet wat hij krijgt. Het staat daar getekend. De engineer die weet wat het eruit ziet, dus die weet wat hij kan maken. En aan het eind heb je iets waarvan de klant denkt, ja, dat is misschien wel een beetje heel erg duur geworden. Ik had het met minder afgekund. Of, ja, het is precies zoals beschreven, maar ik had ook wel tevreden geweest met iets anders. Want het blijkt in de werkelijkheid toch weer barstiger. Agile, hè? Dat zagen we net. Waarom deden we dat? Iemand zei Agile min-min, plus-plus. We gebruiken het om te plannen, maar we gebruiken het ook om onze goals bij te sturen. Demo's, heel goed. Hè, dus je gaat itereren en dan heb je aan het eind van de iteratie heb je iets. En is dat het? Nee, want we gaan nog een iteratie doen en nog één. Dus hoe weet je nou, als je aan het begin van zo'n project begint, waar je uiteindelijk een beetje uit gaat komen als je gaat itereren, scrummen. Hè, dus hoe doe je dat? Ja, je moet een concept hebben. Je moet een visie hebben, een idee over hoe het uiteindelijk wordt. Klant komt met, ik wil een appje of ik wil een website of ja, dan kunnen ze auto's configureren. Hè, we hebben het al eerder gehoord vandaag. En wat zien we, wat we doen graag, is we gaan die, in zo'n concept, gaan wij die schermen, alvast een beetje uittekenen in scenario's, grove schetsen van hoe het er ongeveer uit komt te zien. Kan heel bazaal zoals je hier ziet. En dus je hebt dan een concept, en het is net genoeg om mee te beginnen. Sprint 1. Dus in plaats van zo'n enorm ding, wel of niet met plaatjes, ja, heb je dus inderdaad je backlog. Net genoeg om mee te beginnen bij sprint 1. Nou, wat zie je dan in zo'n project? We hadden het al, demo's. Nou, hier zie je zo'n scrum traject, iteraties. Engineer gaat aan de gang met de eerste ideeën van een ontwerper of een UX-designer. Die gaat maken, komt iets uit, komen nieuwe ideeën uit, et cetera, et cetera. En aan het eind heb je een klant die inderdaad, hopelijk, wel blij is. Minimal valuable product. Bekend, hè, denk ik. Maar de vraag is, hoe doe je dit nou? Hoe ga je dit nou echt doen? Wat zijn nou de concrete tools die je kan gebruiken hiervoor? En daar gaan we nu over praten. En Niels zal dat beginnen met een eerste praktijkvoorbeeld. Je gaat er ontzettend snel doorheen, Walter, zie ik. 10 minuutjes. Ja. Nou ja. Nou, even wakker houden. Ik heb een paar speakbriefjes erbij. Want soms is het een beetje lastig om te vertellen, ja, wat heb je nou precies, wat doet een klant en wat is de opdracht daar geweest? Vanaf, als ik dat uit heb gelegd, gaat het wel weer lopen. Maar goed, een van de klanten waar we datgene wat Walter tot nu toe heeft verteld, wat we daar mee hebben gemaakt, is NEDAP. En NEDAP heeft een product, dat heet EOS. En EOS doet iets met security control. Dat wil zeggen toegangscontrole tot gebouwen door middel van pasjes, zoals je hier ziet. Fingerprints,
iris-scan, gezichtsherkenning. Nou, er komen nog wel wat meer dingen bij, denk ik, in de toekomst. En ja, dan moet je denken aan Schiphol, daar draait dat. Daar kunnen medewerkers met een pasje deuren openen en in gebieden komen waar wij als bezoeker niet kunnen komen. Of de Eiffeltoren, of Ziggo Dome, banken. Die applicatie die ze hadden, is 15 jaar oud. En nou ja, als je begint te ontwikkelen, dan na 3 jaar heb je functionaliteit en dan ja, staat zo'n applicatie wel in de markt. En ga je het uitbreiden. En ik weet niet of hier mensen van NEDAP, engineers die er toevallig aan mee hebben gewerkt in de zaal zitten, maar 15 jaar, eerste 3 jaar functionaliteit te maken, daarna heel erg veel functionaliteit aan toegevoegd. Ontzettend uitgedijd, groot geworden, heel veel functionaliteit waarvan niemand weet, oh ja, wat doet het ook alweer precies. Maar ja, goed, na 15 jaar bouwen, de functionaliteit die erin zou moeten zitten, die zit er wel in. En dan krijg je dus na 15 jaar, krijg je dit. En eigenlijk is dit ontstaan in de tijd dat we, sowieso is het volgens mij in het Russisch, allerlei talen. Zitten erin en het is ontstaan dat we gewoon eigenlijk FO's schreven, teksten, geen plaatjes eraan toevoegden. En wat je ziet is dat er dus heel veel domeinlogica in zo'n UI terechtkomt. Ja, dit moeten we toch aan de achterkant kunnen, dus ja, dan stoppen we dat aan de voorkant erin. Dus dan krijg je allerlei veldjes die er misschien ja, die wel eens gebruikt, maar niet heel vaak. De vraag van NEDAP was, ja, we hebben dit nou zoveel jaar. We willen eigenlijk de backend willen we houden, want we kunnen daar gewoon alles mee wat we willen, maar we willen er een nieuwe frontend tegenaan plakken. En ja, let daarbij vooral op vorm, interactie, dat die van deze tijd is. En zorg dat de usability dat die goed is. We hebben 15 jaar ontwikkeld. En een van de onderwerpen waar we het vandaag over wilden hebben was, hoe houd je dat nou beheersbaar? Want ja, 15 jaar... We moeten er vooral voor zorgen dat we dat niet nog een keertje gaan doen. Dat we niet nog een keer 15 jaar erin stoppen en dat we dan weer een applicatie hebben. Dus we gaan dat niet nog een keer opnieuw doen. En ja, we zijn eigenlijk begonnen met een analyse. Dus je hebt software, wat doet hij nou eigenlijk? Wat is daar goed aan? Wat is daar minder goed aan? Waar zitten kansen, waar zitten bedreigingen? We hebben een SWOT-analyse gedaan. Dat hebben we met een heleboel stakeholders gedaan. Dus we zijn gaan praten met de mensen die verantwoordelijk zijn binnen NEDAP voor de sales. We zijn ook met implementatiepartners gaan praten, want ja, die komen ook in buiten, komen die ook heel veel dingen tegen. Engineers, Walter is ook gevraagd en andere mensen zijn ook gevraagd. Wat vind je nou van deze applicatie? Hoe werkt het nou? Zijn er nou dingen handig? Zijn er nou, nou ja... Zijn er dingen onhandig? Als even kijken, is het schaalbaar? Maar blijkbaar zit dat goed. Zit dat in het segment goed? SWOT-analyse gedaan. En het goede daarvan is eigenlijk dat je met een helikopterview eens even kijkt van ja, maar we hebben dus nu van alles. Maar wat, ja, laten we eens een stapje terug doen. Wat ja, een analyse eigenlijk van hoe de stand er nu is. Wat de stand van zaken op dit moment is. Wat we ook hebben gedaan is gekeken, van, ja, wie gebruikt nou die applicatie eigenlijk? Dus we hebben een receptioniste, we hebben een speaker control room operator, we hebben een security manager en een administrator. En wat doen die nou in hoofdzaken? Schrijf het gewoon op, iedereen weet het, domeinkennis alom, dus gebruik de mensen die er iets van weten. En die gebruikers, dat komt eigenlijk op deze vier komt dat neer. Ik heb ze al genoemd, de receptionisten, de security guard, control room operator en een security manager, zoals die heet. En voor elk van die gebruikers hebben we een persona geschreven. Dus een stereotype, wat doet nou eigenlijk een receptioniste? Die hebben we ook in de ruimte opgehangen. Zo van, ja jongens, voor deze mensen zijn we de applicatie aan het ontwikkelen. Dus je ziet Trudy, receptioniste, 51 jaar, heeft een cursus Word gehad om weer up to speed te komen. Ja, en dat is dus iemand die een applicatie moet gaan gebruiken.
Maar als we dan nog even kijken naar wat doet Rudy daar nou mee en wat doet de security manager daar nou mee? De security manager, dat is iemand die de boel inricht. Dus er is een deur en naast de deur hangt een kastje. En dan mag iemand wel of niet in op basis van allerlei rechten. Je doet heel veel aan het begin, setup. Dan maakt hij heel veel uren. Maar dat neemt af. Dus hij is even heel veel bezig, daarna neemt het af. De receptioniste daarentegen, die doet in het begin niet zoveel. Want ja, dat systeem moet eerst up and running zijn en dan kan ze pas iets gaan doen. Maar daarna doet zij heel erg veel met die applicatie. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, en daar zijn we dus achter gekomen door een aantal van die dingen te analyseren. Zouden we dan niet de applicatie die we hebben kunnen laten staan voor de security manager? En zouden we niet voor de receptionisten iets nieuws kunnen bouwen? Dan is het beheersbaar, dan is het een stuk kleiner. Dan is het ook speciaal voor één type gebruiker gemaakt. Misschien is dat ook wel goed, want dan hebben we niet dat we een hele brede applicatie aan het ontwerpen zijn. En als we dan kijken naar de functionaliteit van het huidige product, daar zit heel veel in. Wat je hier ziet is een plot van alle menu-items die er zijn en hun samenhang. En als je daar iets op in gaat zoomen, dan zie je dat rond een persoon, want een persoon geef je een pasje, dat je daar kunt kiezen, ja, is het nou een employee, is het een visitor, is het een contractor. En voor elk van die type gebruikers kun je een pas uitgeven. En hoe kun je nou een receptioniste vragen, geef die pas maar heel snel uit, want op een dag geeft ze 300-400 passen uit in sommige situaties. Dus het moet ook gewoon snel kunnen. Ze weten dus niet precies waar functionaliteiten zitten. Dus er zitten heel veel, in dit geval issue replacement, oftewel een pas vervangen. Er zitten heel veel dublures in. Ja, dat is niet echt handig, denk ik. En als je dan kijkt wat je moet doen om een pas uit te geven, dan moest ze dus minimaal 8 keer klikken voordat ze die pas uit kon geven. Oftewel, selecteer persoon in het menu, kies een type. Zeg wat je met de type persoon wil doen, een pas vervangen. Oh, met wie wil je dat eigenlijk doen? Wil je dat met mevrouw de boer doen? Die moet je dan zoek je, dan selecteer je hem uit een lijst en dan moet je hem een pas toekennen. En dan moet je bij die pas nog een nummertje doen. En nou ja, goed, je hoort me al vertellen, veel werk, terwijl iemand het gewoon snel moet kunnen doen. En we hebben geteld, volgens mij, het staat hier niet een aantal, maar er zitten 248 schermen in die hele applicatie. Die een receptioniste moet bedienen. Nou ja, goed, dat is eigenlijk kijkend naar het verleden. Maar ja, dat moet je natuurlijk op enig moment om gaan zetten naar, ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Nou, Walter heeft hier al een voorbeeld van laten zien. Laten we eens gaan schetsen. We hebben een product owner gevraagd. Jij kent die applicatie die er nu staat heel goed. Je weet ook wel in grote lijnen wat je ermee zou willen. En ga maar eens vertellen. Dus die begon op dinsdagochtend met vertellen. Terwijl hij aan het vertellen was, schets mee. Dat hebben we met twee UX-designers gedaan. Hebben we 's middags uitgewerkt. En de donderdag erop hebben we dat voorgelegd. Is dit nou eigenlijk wat je precies bedoelde? Nou, dat is niet helemaal wat ik bedoelde, dus laten we het bijstellen. En daar ontstaat weer een nieuwe schets. Maar ik kan dit lezen, soms met moeite trouwens, mijn eigen handschrift. Maar goed, dat is niet overdraagbaar. Dus je zult iets moeten doen om hierover te kunnen praten. Dus we werken het uit. Ja? Nee. Herhaal de vraag nog even, Niels. Sorry? De vraag. De vraag was het voorproces. Deed je dat in de sprint? Dat hebben we niet in de sprint gedaan. Omdat ik even de tijd wilde nemen voor, we moeten de functionaliteit ver genoeg ontwikkeld hebben om iets over te kunnen dragen. Daar hebben we iets meer tijd voor genomen. En wat we hiermee gedaan hebben, en Walter die ging zo mij aanvullen als het goed is. dit hebben we uitgewerkt om hierover te kunnen praten. Om ook in een sprint 0 eigenlijk een engineer dingen uit te kunnen laten zoeken. Als ik dit zie als engineer, hè, dit is natuurlijk heel bazaal.
Maar ik kan hier nu al dingen over roepen. Hè? We zagen net al even zo'n zoekscherm wat er al eerder in zat. Ja, zo'n zoek hier is bijvoorbeeld veel uitgebreider en over persoontypes heen. Dus ik kan nu als engineer gaan nadenken van, hey, dat moeten we blijkbaar gaan ondersteunen op een of andere manier, zonder dat dat getypeerd is aan personen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ik kan dan gaan nadenken van, wat voor UI-technologie willen we hiervoor gaan gebruiken? Wat moet passen binnen de applicatie, binnen het domein van zo'n enterprise-omgeving eigenlijk? Dus ja, het is voor een sprint, maar het is niet nutteloos voor engineers. En daarom zijn die er al bij betrokken. Ja, nou ja, en ik denk overigens om nog iets verder te gaan, dat je kunt het wel in een sprint doen. Maar je wil wel, wat ik al zei, je wil ver genoeg komen. En soms is een sprint van, in dit geval volgens mij een week of twee weken, ik weet het niet eens meer precies, is vrij kort om in een bepaalde, met een bepaalde regelmaat hier, wat ik al zei, dinsdagochtend zitten, donderdag zitten, en vervolgens nog dingen uit te kunnen werken om ver genoeg te komen. Zo van, ja, wat ga je dan precies maken? Met name omdat die klant het ook nog niet helemaal wist. Dus het is ook het neerzetten van een visie. Dus wat hebben we... Ik ga verder. Ik hoop dat de vraag beantwoord is. Wat hebben we gedaan? We hebben eerst zelf gekeken naar van wat... SWOT-analyse, welke gebruikers, wat is de visie? Zijn vervolgens wel op zoek gegaan naar een receptioniste, want we wilden toch heel graag die receptioniste spreken. En niet alleen de receptioniste, maar ook de security guard. Om een idee te krijgen. Wat doet hij nou eigenlijk dagelijks? Waar loopt hij tegenaan? Wat zijn zijn doelen? Wanneer is zijn dag prettig als hij naar huis gaat? En wanneer niet ook trouwens. Daar zijn we mee gaan tekenen. En dat hebben we hier gedaan aan het begin. En we hebben zoveel getekend, genoeg eigenlijk, om de backlog te gaan vullen. En dat was ongeveer uit mijn hoofd na een maand, denk ik. Zo lang? Ja, volgens mij wel. Zijn we na een maand zijn we de backlog gaan vullen met plaatjes, niet te veel, 5 bullets onder een plaatje. Dit is wat we willen gaan doen op dit scherm. En ja, als je dan even weer teruggaat naar het aantal schermen, dat is van die 248 naar 4 schermen gegaan, waarin de functionaliteit die voor de receptionisten, die de receptionisten nodig had, dat kan zij hier allemaal mee. Dus, jij hebt je taak. Overigens was dit het resultaat van het project, hè? Niet van die maand. Ja, sorry. Ja, klopt. Nou, als je terugkijkt, met alles wat ik nu verteld heb. We hebben in het begin een analyse gedaan. Heel goed om even een stapje terug te nemen. Uit de dagelijkse realiteit te komen. Daarbij zoveel mogelijk stakeholders betrekken. We hebben persona's geschreven. Die hebben het hele ontwerptraject er gewoon bij. Nee, sterker nog, het hele implementatietraject er ook bij gehangen. Zitten we nog op de goede weg? Dit is wat we aan het begin hebben gezegd. Sowieso klopt de persona nog. Maar aan de andere kant zijn we nog steeds het goede aan het maken. En we hebben scenario's getekend. En dus denk nog één ding wat ik uit moet leggen. Wij gebruiken het woord scenario's. Je zou ook storytelling, customer journeys, zou je ook kunnen gebruiken. Walter. Voordat ik doorga, zijn er vragen over dit, over deze casus die we net hebben laten zien? Hoe voorkomen we dat we over 15 jaar niet weer opnieuw moeten beginnen? Wat zei je? Ja, dat is een goede vraag. Sluit je dat hiermee uit? Nee, denk het niet. Ik denk wel dat
door de manier waarop dit gegaan is, je wel meer zekerheid hebt over wat als eerste nodig is. Namelijk die receptionisten. Want die gaat de applicatie het meest gebruiken. We hadden 15 jaar aan software, wat we in eerste instantie wilden vervangen. En we hebben gezien, ja, maar als we alleen maar die schermen van die receptionisten vervangen, dan hebben we al 90% van het gebruik verbeterd. Hebben we de 10% laten liggen? Bedoel je daarmee, zijn we daar niet aan toegekomen of hebben we dat niet gedaan in het project? We hebben gezegd, we gaan er nu niks mee doen. Ja, omdat wij vonden, de schermen die daar al waren, waren goed genoeg. Omdat ze ook alleen maar in het begin worden gebruikt, vonden wij het niet, vond de klant, uiteraard wij samen met de klant, opdrachtgever, niet waardevol om daar mee te beginnen. Ja. Hebben we aan het. Ik probeer even je vraag samen te vatten. Heb je aan het eind dan nog steeds niet het probleem dat gebruikers denken: hé, het knopje had ergens anders gemoeten, of dat willen we toch anders? Nou, bedankt. dat gevaar is er zeker. En ik denk dat een combinatie van een antwoord op de vraag van Wout hier in zit. Het is namelijk zo dat je moet nagaan, als je een tijdje met ontwikkelaars, engineers, iets op een bepaalde manier doet, en een organisatie doet dat al een tijdje, dan heb je gebaande paden, om het zo maar te zeggen. En een van die gebaande paden is, ja, we gaan gewoon door op dezelfde manier zoals we bezig waren. We hebben ze er nu uitgehaald. Dat wil niet zeggen dat ze niet weer teruggaan in de gebaande paden zoals ze daarvoor aan het werk zijn. Dus ja, ze zagen heel goed, dit heeft heel veel voordelen. Of ze vervolgens weer teruggaan in hun oude ritme, in hun oude patroon. Kans is zeker aanwezig. En daarbij hoort ook die functionaliteit die er toch weer in wordt gestopt. Nou is het zo dat toen wij daar begonnen, zat er geen interaction designer bij. Die is erbij aangehaakt. En ik denk dat die interaction designer die daarop is gezet, dat die wel degelijk een geweten is van, bouwen we nou de goede functionaliteit? En kunnen we niet dingetjes eruit houden, omdat het voor die receptionisten er niet toe doet? Dus dat is daarmee een geweten in feite, om al die knopjes niet weer erin te gaan brengen, om het zo maar te zeggen. Ja. En er gebeurt nog wat anders en dat zullen we in andere voorbeelden ook gaan zien, denk ik. Dus We komen er nog een keer op terug. Ik ga door naar de volgende klant, het volgende voorbeeld. Dat is de Elekta Afterloader, brachytherapie. Dat is een therapie voor hele gelokaliseerde straling. Je moet je voorstellen, mensen hebben een tumor bijvoorbeeld laten weghalen. En dan gebeurt het dat er nog nagestraald moet worden op die plek, om te zorgen dat echt alles weg is. Kun je voorstellen dat is gelokaliseerd in de zin van het gaat je slokdarm in, of onder je oksel, of waar dan ook in het lichaam waar je die tumor had zitten. En je moet je voorstellen dat op het moment dat, dan ga ik iets te snel, er waren een aantal apparaten bij betrokken. Je ziet hier hoe dat gaat, er is zo'n apparaat, daar staan die, zitten stralings... Stralingsdeeltjes zitten daarin. En er komt een buis uit, die gaat op of aan het lichaam of in het lichaam. En in een aparte kamer wordt met die software wordt het bediend. En dat kan op meerdere plaatsen. Dat kan in één zo'n kamer die dat dan voor meerdere behandelcentra of behandelkamers die er aangrenzend zijn, kan die dat monitoren. Of dat kan rechtstreeks naast zo'n deur, voordat je die kamer ingaat, dat je dan op zo'n tablet kan zien. Is de behandeling nog bezig? Moeten we hem uitzetten voordat ik naar binnen ga? En wat zag de klant? Ze hadden een probleem, want
Je moet je voorstellen, omdat het zo gelokaliseerde straling is, moet je dus ook heel precies zo'n buisje, zeg maar, waar dat uitkomt, plaatsen. Als je daar echt een centimeter vanaf zit, zit je het verkeerde te bestralen, krijg je brandwonden of andere narigheden. Dus er waren verkeerde behandelingen. En ja, die klant, die opdrachtgever, die vroeg van, ja, help ons, want we willen dit verbeteren. En een van de dingen die je daar dus in ziet is, je hebt deze drie verschillende devices, als het ware, drie verschillende plekken waar je de applicatie of waar je de toepassing bedient dan wel gebruikt. Die moeten we in kaart brengen. En dat hebben we gedaan met swimlanes. Je ziet hier drie swimlanes eigenlijk, en die beschrijven eigenlijk de drie UI's of de drie plekken waar je de applicatie bedient. En hoe die zich met elkaar verhouden. Je begint bovenaan, je zet wat neer in dat scherm en dan moet je op een gegeven moment in de bruine balk, het apparaat waar de straling daadwerkelijk uitkomt, moet je wat gaan doen. En dan gaat de behandeling lopen. En waarom werkte dit? Of waarom deden we dit? We merkten dat die klant heel technisch was met hun product. Hè, dat is natuurlijk natuurkundig, biologisch, zijn hele technische dingen die daar aan ten grondslag liggen. En je hebt dan artsen die dat moeten gaan gebruiken en patiënten die weten daar helemaal niks van af. En ze wilden dus eigenlijk een manier hebben, of wij hebben ze een manier gegeven om te communiceren wat er nou echt gebeurt met hun toepassing. En dus op deze manier, als je dat dan zo ziet, dan heb je dus echt zo'n swimlane, wat een beetje die wirescreens zijn die je net ook al ziet. Waarbij dus ook engineers kunnen zien, wacht eens even, dat gebeurt dus op die tablet. Of dat gebeurt dus daarna, of daarvoor, of tegelijkertijd, op zo'n stralingsapparaat. Dus het was echt een manier om te communiceren. Ja, en ik wil er nog iets bij aanvullen. Manier om te communiceren, Walter noemde engineers. Het gaat nog wel iets breder dan dat. Er zijn een aantal product owners die vanuit de business toch heel graag wilden vertellen, dit is wat we willen. Daar liepen ze eerder tegenaan in die vrij technische omgeving. Ja, dat kan niet. Dat is hartstikke lastig. Dat zal dan wel. Nee, daar wil je over in discussie gaan. Want dit is wat we graag willen. We hebben onderzoek gedaan in de markt. In de markt wordt dit gevraagd. Nou, daar is iemand die verantwoordelijk is voor sales, is daar ook bij geweest. Dus die zegt eigenlijk van, ja, dit is wat ik wil hebben. Dus daar zijn deze dingen mee getekend en ondertussen met die engineer ook erover gepraat. Ja. En ook tijdens, hè? Dus op het moment dat die engineer dit gaat maken, kan hij hier weer op teruggrijpen. Dus dat gebeurt in de vroeg stadium van het project, maar het gebeurt ook gewoon tijdens sprints gebruiken we deze methode. En wat hebben we daar nou vooral veel gedaan? We begonnen dus bij die eindgebruiker. We begonnen niet bij, dit technische kastje, dat moet zo en zo, want dat is belangrijk voor die en die stralingsprotocollen, noem het maar op. Nee, we begonnen bij de eindgebruiker. Hoe gebruikt u die applicatie in zijn geheel? Ja, dus een operatie bijwonen in een ziekenhuis. Ja. Waar het toegepast wordt. Ja. Ja. Ja, en dus, je ziet het, hè, swimlanes van multi-device, zorgt dat je kan communiceren, praat over wat je doet. Voor iedereen, overigens. Ik ga door met de volgende. We gaan het weer hebben over NetApp EOS. Je zal ze weer hebben. Alternatieve paden. We kennen het domein. Ik speak eventjes op mijn speaking notes. Je ziet hier zo'n een happy path. Dit zijn die wirescreens die Niels al een keer had gemaakt, of die hebben we in de sprint. We gaan dit nu maken, we gaan dit implementeren als engineer. En jullie kennen het als engineer denk ik vast wel. Wat gebeurt er nou als ik dit ding probeer te maken en er is een of andere restrictie. De deur is niet meer beschikbaar, dus ik kan hem niet meer bewerken. Of iemand anders zit tegelijkertijd te editen. Of een pasje moet eraan gekoppeld worden wat er niet meer is. We hebben altijd te maken met een niet optimale flow, hè? De niet happy path eigenlijk. Om het maar even in heel Nederlands-Engels door elkaar heen te zeggen. En gaat Niels daar in het begin rekening mee houden? Of gaat een UX'er of iemand überhaupt daar in het begin allemaal rekening mee houden? Ja, het is heel belangrijk, maar ga je het allemaal uittekenen? Kun jij van tevoren allemaal bedenken wat er fout kan gaan? Nou, dat denk ik niet. Nee.
En dat ga je dus ook niet tekenen, want dat is zonde van je tijd, want je kan het toch niet weten. Dus wat gebeurt er nou? Ik als engineer, ik ben daarmee bezig en ik denk, ja, maar wacht eens eventjes. Dit gaat gewoon niet goed. Hier moet een soort van error flow of alternatief pad moet daar komen. Dus wat kan ik doen? Ik kan zeggen van, nou weet je, ik denk dat als we dit nu anders doen en we hebben daar gewoon een dialoogje, dan is het genoeg. En dan loop ik even naar Niels en die zit gewoon in mijn team en die zegt, joh, moet je luisteren, hier en daar kan het fout gaan. Ik wil het zo en zo oplossen. Wat vind je ervan? Nou, en hopelijk zegt Niels dan, nou prima, gaan we doen. En soms denk ik van, ja, maar wacht eens even, dit klopt gewoon helemaal niet. Ons hele ontwerp moet hier grondiger voor aangepast worden. Dus dan ga ik weer terug naar Niels en zeg, joh, moet je luisteren, kijk eens even mee, ik kom er niet uit. Dit moet ingewikkelder zijn dan dat we in eerste instantie dachten. Hebben we dat van tevoren allemaal bedacht voor die sprint ingingen? Of voordat we überhaupt zo'n traject starten? Nee. Er is net genoeg neergezet voor mij als engineer om aan de slag te gaan. En tijdens de implementatie samen met een UX'er, ja, dit soort dingen aan te vullen. Dat gebeurt hier, hè, gewoon tijdens een sprint. Ja, dan ga ik te snel. Niet alles wordt uitgewerkt. Sorry jongens, ik heb een luie afstandsbediening. Dus wat, ja, wat zien we? Niet alles wordt uitgewerkt en ook vertrouwen. Hè? Niels vertrouwt er dus op dat ik dat zie of dat ik daarmee kom. Van, joh, hey, moet je luisteren, het klopt niet. Hoe gaan we dat nou doen? Vind elkaar. Dat is wat wij vinden in zo'n traject, wat we zien. Hebben we hier vragen over? Ja, ik zie er een. Zijn alternatieve paden of dit soort foutmeldingen niet één keer universeel op te lossen met een simpel dialoogje en klaar? Ja, nou ja. Natuurlijk, kunnen we doen, hè? Ik herinner me net aan dit project, wat wij zagen, we hadden op een gegeven moment een best groot formulier om een nieuw employee toe te voegen, een nieuwe medewerker, voordat hij een pasje kon krijgen. Er waren heel veel verschillende velden, kon allemaal, was vrij dynamisch. En wat we daarin merkten is dat er ook heel veel afhankelijkheden zaten in die velden. Ik kon pas een pas uitgeven als ik een employee had toegevoegd. En wat er dus gebeurde is van, ja, moet je luisteren, ik typ dat allemaal in. En ik ga die pas uitgeven, dus ik op safe, ja shit, die employee kan niet toegevoegd worden, want. Dat is zo'n situatie. En ik merkte dat wij eigenlijk à la Scrum, of in het traject, veel itereerden over wat daar nou precies de juiste oplossing voor was. Omdat er zoveel verschillende, ja, tweakjes of onderdeeltjes of kleine stukjes waren waar het net even anders was dan anders. Dat ik elke keer weer terug kan van, Niels, nu luister, ik ga het nu voor deze sprint zo doen. Maar we moeten hier de volgende keer even goed naar gaan kijken, want ik heb nu dit ontdekt. Dus ja, je kan het heel simpel oplossen. Hebben we ook vaak gedaan, want we moeten uiteindelijk natuurlijk iets opleveren aan het eind van zo'n sprint. Maar soms gebeurt het ook dat we zeggen van, ja, we gaan dit gewoon even rigoureus anders aanpakken. Ja, kan. En ik denk overigens dat als je het hebt over een dialoog herhalen. Ja, dat probeer je zoveel mogelijk in een design pattern natuurlijk te doen die ook herbruikbaar is. Zo van, oké, dit is de manier waarop we met dialogen omgaan. Dus dat is wel degelijk vastgelegd, zodat het toegepast kan worden in nieuwe situaties. Op een gegeven moment had ik hem niet meer nodig, hoor, daarvoor. Ik heb nog een vraag, ja. Moeten we de product owner er niet bij halen, is je vraag. Ja, soms gebeurde dat. Ik kan me ook, ja, dezelfde situatie, als het echt helemaal anders moet, ja, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen de hele sprint cancelen en opnieuw beginnen. Of we kunnen het snel oplossen, maar dan moet die product owner daar uiteraard iets over gaan roepen. Eens? Ja, dus je zult ook zien dat dat ook samen met zo'n product owner moet gebeuren. Ja, absoluut. Ja, mag. Ja. Nou, eigenlijk
alles wat wij tot nu toe hebben verteld en ook wat hierna gaat komen, dat is een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is een, dat is ja, van idee tot een of andere MVP, tot een 1.0 versie. Waarbij je niet precies weet waar je aan begint. Dit is eigenlijk een beetje een uitstapje daarin. Project, een uitstapje in de zin van iets anders. En dat ga ik uitproberen te leggen. Pulsom, dat is een project waar een aantal van de mensen die zelfs in de zaal zitten, volgens mij aan mee heeft gewerkt. Daarin willen we gepersonaliseerd leren mogelijk maken. Leerlingen zijn individuen en die willen we op maat content aanbieden, op maat lesstof. We kennen allemaal wel de boeken. Dat is niet op maat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen in onderwijslandschappen zijn aan het exploreren. Dat is iets nieuws. Nieuw concept in onderwijslandschappen. Skippen we even. Dat onderwerp was eigenlijk zo nieuw dat we zijn met een aantal mensen aan het werken. Een aantal engineers, een architect, een product owner. We gaan bij klanten langs. Maar hetzelfde als bij de muis. Ja, wat is nou precies gepersonaliseerd leren? Wat betekent dat nou eigenlijk precies? Daarbij hebben mensen andere beelden. Dus je kan heel veel erover praten, maar je kan het ook gewoon laten zien. En dit is een filmpje. Dat Ivo heeft gemaakt, zit in de zaal. En dat kan daarbij helpen, absoluut, om gewoon de beelden te delen en te kijken van, is dit nou precies wat we bedoelen? Ivo kan het beter uitleggen dan ik, maar ik ga toch een poging doen. Jullie zijn leraren en je wil naar je klas kijken, naar de leerlingen. En die leerlingen die leren. Dus met een bepaalde quality, dat is de verticale as. Dus leren ze goed, halen ze goede cijfers. En dat doen ze eigenlijk op bepaalde lesstof in een bepaalde, op een bepaalde tijdslijn. Dus er zit progress in. En je ziet daar ook nog waar dat meisje begint. Die begint op de norm. In de loop van de tijd zul je dadelijk zien dat de klas die daar... Weet je wat, ik ga hem gewoon starten. Als hij dat doet. Ja. Wat je ziet is de bolletjes verschillen in grootte. Dus hoe groter het bolletje, hoe meer tijd gestoken. Sorry, wat? Je wilt... Nee. En in het geval van Alice. Alice heeft er niet zo heel veel tijd in gestoken. Je ziet ook een pad wat ze bewandeld heeft. En die doet het op het moment niet zo goed. Dat kun je ook vergelijken. Dit helpt als je dit laat zien, want het is op meerdere plekken getoond. We kunnen ook nog even naar Peter kijken. Dat helpt heel erg om te vertellen, ik denk er op deze manier over. Ik laat hem even aflopen. En we gaan weer verder. Dus dat is eigenlijk een tussentijds concept om gewoon te vertellen van, maar zo kijk ik er tegenaan. Wat vinden jullie daar nou van? Ik kan het heel goed visualiseren, dus daarbij helpt het absoluut. Waar is dit precies gebeurd? Ik weet het niet eens precies, maar ik kan me zo voorstellen dat het daar ergens middenin is gebeurd. En misschien zelfs wel nadat er al een product was. Oftewel, zorg dat je ideeën aan anderen kan tonen en ook over kan brengen. Dat helpt ontzettend. Walter. Ik ga even op de Scrum Master stoel zitten. En het is natuurlijk een fijne term om te gebruiken als Scrum Master, minimize waste. Ik pak eventjes dezelfde klantencases bij van Elektra. En je ziet hier die swimlanes of de scenario's. En we zagen al even happy path. Het is niet allemaal precies helemaal gedetailleerd uitgewerkt. Er is veel interpretatie nog steeds mogelijk. Maar samen met een engineer en een UX'er kom je daaruit.
Dus hier zitten overigens wel volgens mij twee alternatieve paden bij. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Dus dit is gemaakt voordat de implementatie misschien van een aantal al begonnen was. En dat ga je natuurlijk niet allemaal tegelijk doen. Dat ga je achter elkaar doen. En wat we zagen is dat op een gegeven moment werd gezegd van ja, leuk en aardig, maar we hebben er een aantal gewoon niet nodig. Hè, dat zien we. We zien gewoon, als we dit hebben, dan vinden we het eigenlijk al goed genoeg. Of ja, weet je, we gaan hier gewoon nog mee aan de slag. Dit is technisch veel te ingewikkeld. Dat zien we ook. Of een klant vraagt er uiteindelijk toch niet om. Of een klant denkt, hebben we niet nodig? Willen we niet. Hè, dus op het moment dat ik dat dus helemaal had uitgewerkt, dan is dat een beetje zonde van mijn tijd geweest. Hè? Dus op deze manier hebben we net genoeg gemaakt om te laten zien van dit is wat we bedoelen. En dat de klant kan denken, nou dat gaan we dus wel of niet doen. Minimize waste. Heel kort voorbeeld als dit. Scenario's maken en toetsen schept aan. Ja, en dus niet alles hoeft dus ook in één keer. En als je dus niet te veel van tevoren allemaal helemaal gaat uitwerken, ja, dan kan je daar dus makkelijk nog zeggen, doen we niet. Ja, volgende case. Ook de laatste. We hebben gezien dat we eigenlijk in de loop van de tijdlijn een aantal momenten hebben gepakt. En dit is er eentje die aan het eind zit. Dus ook weer voor NEDAP, NEDAP Light Controls. Ze leveren een systeem waarmee je door middel van sensoren die gekoppeld zijn aan lampen, lampen kunt dimmen. En dat is op basis van bewegingssensoren of dus aanwezigheid of daglichtsensoren. En daarmee kun je uiteindelijk best wel veel, 65% op je energierekening besparen. En zij hadden een applicatie. Dit is overigens een nieuw ontwerp al, maar goed. Ze hadden een applicatie die al 2 jaar in het veld stond. En van 2 jaar als een applicatie in het veld staat, dan heb je best wel wat van geleerd. Maar er zijn ook ontwikkelingen op de markt. Dus je wil aanpassen, je wil verbeteren. En dat verbeteren, dat hebben we door middel van een usability test gedaan. En we hebben een kwalitatieve test hebben we gedaan. Waarbij we hebben het al eerder gezien, aan het begin hebben we een aantal mensen gevraagd, geïnterviewd. Dus de receptionisten bijvoorbeeld, nou ja, dat in dit geval niet. Maar we zijn hier naar een steenfabriek geweest en we zijn bij een autodealer geweest waar dit systeem draaide. Die mensen hebben later op in het traject teruggevraagd. Wij hebben iets ontworpen op basis van jullie gesprekken. Was dit nou eigenlijk de ideeën die je had? En dat hoeft niet per se te zijn dat je dus het in handen van die klant legt, of van die klant van onze opdrachtgever, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de eindgebruiker. Maar je krijgt wel hele goede feedback. Dus we hebben een usability test gedaan. En in de ene kamer, aan de linkerkant, daar hadden we een setup. En de Mac waar de handen bij zitten, daar draait de software op. Die wordt op de andere wordt die getoond. De respondent die zit achter de software daar en we vragen hem om dat te bedienen met een script, om daar doorheen te lopen. En terwijl hij dat doet, praat alsjeblieft hardop. Wat denk je nu? En daar haal je ontzettend veel uit. Want ja, als iemand iets niet kan, dan is het dan zijn fout. Nou, ons idee is, nee, het is niet zijn fout. We hebben de software niet goed gemaakt. Dus wat bedoel je dan precies? Die andere laptop die daar staat, daar zit een webcam op. En die webcam die laat in een andere kamer het beeld zien van die respondent. Die drie jongens die daar zitten, dat zijn engineers. Die hebben alle testen meegemaakt. Ga maar gewoon in die ruimte zitten. Ga daar maar werken. We hebben nog andere stakeholders gevraagd om ook te komen kijken. Dus iemand van sales. We hebben de directeur is langs geweest om een idee te krijgen. En daarmee, als je dus ziet waar hij de software voor zijn gevoel niet, of hij komt er niet uit, dat neemt ontzettend veel drempels weg. En het is een hele makkelijke manier om dat te doen. Ze konden zelfs ondertussen aanpassen, als ze dat wilden. Op een paar punten hebben ze dat ook gedaan. Niet dat meteen in die andere kamer te zien was overigens. Ja, hoe test je dan? We doen een kwalitatief onderzoek. Dus we hebben 6 mensen gevraagd. We hebben iemand, 3 klanten of 3 eindgebruikers gevraagd.
Ook iemand die het moet verkopen is achter de software gezet. Even kijken wie nog meer. Nou, een helpdesk-medewerker volgens mij, die de oude software wel kende, maar de nieuwe software niet. En dan vragen we dus een aantal stappen te doen. Dus login, gebruik het wachtwoord. Zeg maar, wat zie je als je in bent gelogd? Wat zie je allemaal hier? Wat vind je daarvan? En dat is niet zozeer van, ik hou niet van groen. Maar dat mag je uiteraard ook zeggen. Maar wat voor een waarde zie je hier staan? Wat denk je dat dat betekent? Nou, hij gaat het uit zichzelf vertellen. En dan hoop ik dat hij goed gaat spelen. Maar dit is een filmpje, 2 minuten. Ik jullie graag wil laten zien. Ik hoop dat het geluid het doet. Niet op mijn... Moet ik hem aanzetten, Niels? Ik ga het nog een keer proberen. Ja, ja. Als je een ander gedrag zou voor deze dag zou moeten configureren, hoe zou je dat dan, met de kennis die je nu hebt, hoe zou je dat dan doen? Nou, ik zal inderdaad bij die betreffende installaties ook dan naar exceptions toe gaan. Mm-hmm. En dan krijg ik ook voor de kalender te zien. En dan kan ik ook de situatie 1 maart aanklikken. Okay. Ja. En dan geeft hij 1 maart aan, geeft hij scene. Dan kun je aan select een scene. Dan kan ik een scene kopiëren van een andere dag of ik kan een nieuwe aanmaken. Mijn beleving om die andere twee te laten staan is vrij nutteloos, omdat je, hoeft niet waar te zijn, maar hoeft niet waar te zijn. Veel exceptions hebben te maken is dat je op die dag iets anders gaat doen dan gebruikelijk. En sommige exceptions zijn er eigenlijk dat je langer blijft doen dan wat je gebruikelijk doet. Dat bijvoorbeeld een zaterdag ook een werkdag wordt. En dan kan wezen dat je gewoon de vrijdag zou willen verlengen. Maar de meeste exceptions die we zien is eigenlijk zijn vakantiedagen, kerst, noem maar op, zulke dingen. Die wil je gewoon makkelijk kunnen aangeven en dan ga je dus een aangepaste scene invoeren. En ik hoor ook dat we op deze situatie dat we met op skiën gaan, dat er nog wel mogelijk iemand aanwezig zal zijn, maar het normale gedrag moet eigenlijk aangepast worden. En in mijn beleving betekent dat ik dus een nieuwe scene moet doen, want het met nieuw gedrag. De naam, dat is skiedag. Toe. En dan zie ik, dat is editen, dat zal niet te maken hebben. En dan druk ik op apply. En ik had nu verwacht eigenlijk dat ik ook bij de scene zou kunnen invoeren. Ik zit even te kijken, waarom kan ik hier dan niet bij edit, kan ik de naam even... dat was dan. Ik dacht in instantie, die naam ingevoerd. Als ik een potloodje aan klik, kan ik daar inderdaad ook naartoe. Misschien mag ik wel opmerking maken, als ik die dag aanklik, waarom zie ik eigenlijk niet meteen eigenlijk het schermpje van Scene Control? Waarom maak ik er weer een schermpje tussen? Dat zou ik niet doen. Ik denk ook, de vraag is wel of het heel belangrijk is om dat je het schermpje ertussen, dat je daar de mogelijkheid geeft om een naam eraan te geven. De vraag is wel, hoe belangrijk is die naam? Ik denk dat iedereen die dit aanpast, dat hij heel goed weet wat op die 1 maart gaat gebeuren. Net zoals 25 en 26 december weet iedereen heel goed dat kerst is. Nou ja. het was heel mooi. Voor ons zagen we dat het op sommige dingen het kwartje viel. En aan de andere kant kregen we ook adviezen waar het gewoon wat hem betreft de mist in ging. En of we er wat mee doen, dat is maar even de vraag. En van een aantal van die dingen wat we zeggen, maar ik had dit scherm meteen verwacht. Ja, die hebben we doorgevoerd. Omdat dat gewoon toch eigenlijk wel in alle tests naar voren kwam. Wanneer? We hebben dit richting eind van een product gedaan waarvan we dachten van dit kan de markt in. Daarbij moet ik nog wel vertellen, je kan al heel snel een paper prototype bijvoorbeeld kun je ook testen. Dus je kan ook met papiertjes iemand voorleggen en een bepaalde volgorde aan de gang gaan. Je kan ook een PowerPoint kun je ook voorhouden. Wat we hier hebben gedaan is op het moment dat het stabiel genoeg was en er genoeg functionaliteit in zat, dus niet alles, want je kan heel goed sturen door middel van zo'n script, hebben we hem de software die dus echt nog niet af was laten doorlopen. Nou ja, we testen om bij te stellen. En als het kan, het liefst zo snel mogelijk. Niet nog eventjes, het is in dit geval... testen, usability test moet ik denk ik als iets specifieker zijn. Ja, en stakeholders die kun je daar heel mooi bij betrekken. En ja, ook weer dat gesprek. Ben jij een millennial, Niels?
Ja, ik was niet bij de opening, Walter heeft het me uitgelegd. Maar, Ik moest hem even maken. Ja. Ja, we hebben een aantal klantencasus gezien. En laten we nog even kort teruggaan van wat vinden wij nou belangrijk als het gaat om het trekken van UX en voor engineers. Begin met je visie en je concept. En net genoeg om mee te beginnen voor je eerste sprint, we hebben het gezien. En vertrouw ook op je proces. Weet, dit weet ik nog niet, maar ik weet dat ik er straks achter ga komen of dit belangrijk is of niet. Minimize waste hadden we gezien, hè? Ontwerp net genoeg. Net genoeg om te kunnen starten en ook niet te veel om het nog makkelijk weg te kunnen gooien. Als je het niet nodig lijkt te hebben. Ja, en vertrouw op je engineer. Met afstandsbediening doe dat niet. Daar kun je niet op vertrouwen. Ik kan niet op mijn afstandsbediening. Vertrouw op je engineer, juist. Laat hem dus, geef hem dus ook die vrijheid om te zeggen, hey, dit moet bijvoorbeeld een alternatief pad worden. Of ik werk niet alles uit. Oh, ik geef je nog een extra veldje bij, want dat moeten we doen. Of dat wordt een datepicker of weet ik veel. Die engineers weten dat echt wel. En als laatste, ene laatste, UX is dus gewoon je teamlid. Dat doe je niet aan het begin of aan het eind of tussendoor. Nee, dat hoort gewoon in je team. En praat met iedereen. Met je engineers, met UX, met je klant, je product owner. Met elkaar maak je die software. Dus betrek elkaar bij in het hele proces. Zijn er nog vragen? We hebben nog een paar minuten. Of is iedereen zo moe van het eten? Nou, dan wil ik jullie hartelijk danken. Ja. Oh, toch nog wel een vraag. Wat voor toespraak heeft u om te kunnen maken? Ja, onder andere. Maar heel erg verschillend. Sorry, ik zal de vraag even herhalen. Wat voor tools gebruik je om te, ja, hoe zei je het, om te visualiseren, om prototypes te maken, om heel erg verschillend. Dat heeft te maken met de voorkeur van een ontwerper. Ik gebruik zelf een Mac variant van Visio, dus dat is OmniGraffle, daar werk ik heel veel mee. Als je verhalen moet vertellen, werkt dat heel erg goed. Als ik prototypes maak die eigenlijk net een stapje verder zijn, dan zou je kunnen zeggen van, dan gebruik ik Axure. Vind ik dan heel fijn werken. Ja, Balsamic, daar heb ik ooit eens mee geprobeerd om te werken, maar dat is me niet gelukt, dus dat heb ik in de hoek gegooid. Maar andere mensen schijnen ermee te kunnen werken. Nou, zo zijn er nog wel een aantal tools. Ik gebruik gewoon mijn pen, hoor, om op jouw wirescreens te kladden. Ook, dan maak ik een foto en zet ik het op Confluent. Ja, wat werkt. Het is heel persoonlijk, denk ik. Ja. De vraag is, in het begin hebben we gezien dat we veel onderzoek deden bij de eerste casus voordat je een sprint ingaat. Kun je daarin stellen, sprints zijn niet geschikt voor onderzoek? Jeetje. Dat zou kunnen als jij ervoor wilt zorgen dat je niet een jaar bezig bent met je onderzoek, is het misschien heel slim om te gaan sprinten en dat je gewoon concrete deadlines zet van we willen nu in ieder geval weten wat de receptionist gaat doen. Of we willen nu in ieder geval weten wat die installateur gaat doen. Zo zou je dat kunnen aanpakken om het beheersbaar te houden. Ja. Ja, ik wil er ook nog een ding aan toevoegen. Is een ontwerper, die een UX-ontwerper. Ik wil ook heel graag een sprint voorlopen. Dat is denk ik nog niet heel erg duidelijk aan bod gekomen. Maar ik wil ook heel erg graag een sprint voorlopen als het gaat om het verzinnen van het uitwerken van nieuwe functionaliteit. Omdat ik in een team zit, kan ik gewoon vragen beantwoorden die dringend zijn en eventueel denken van ja, ik kan nieuwe dingen oppakken, maar ik moet het uitwerken wat gevraagd wordt. Dus daar kan ik dan ook op inspelen. Ja, en je kan ze ook gewoon stellen aan mij, hè? Ja. Bij maar dus ontwerp. Het kan wel degelijk in een sprint, maar omdat ik een sprint voorloop, is dat in mijn eigen sprint vaak. Ja? Volgens mij, ik zie daar heel groot een 1 staan. Hoeveel tijd hebben we nog? Laatste vraag doen. Minuut. Zijn er nog vragen? Uh,
Wat zegt Scrum over een sprint voorlopen? Ja, ik zie het meer als het ready maken van je backlog voor je volgende sprint. Spikes, grooming. Sorry? Grooming op inhoud. Ja. Ja. Ja, als we heel rigide kijken naar de Scrum Guide, zouden we kunnen zeggen, doen we niet. Nou, ik denk, het past heel goed binnen het ready maken van je backlog of het elke keer refinen van je backlog. Ja. 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 Ja, absoluut. Ja, dat werkt voor je team. Eens. Ja. Ja, dank jullie wel voor jullie komst. Ja.